Ik ben Robin Bruisje. Ik ben 25 jaar. Ja, wat meer. Ik ben rebel bij Extinction Rebellion. Wat heb je vandaag gedaan? We hebben vandaag een traanrede opgevoerd. Met 30 performers die alles, al het leven op aarde uitbeelden. Met een mooie en indringende speech van onze majesteit, de planeet. Ja. En wat hebben jullie proberen over te brengen? We hebben proberen over te brengen dat de, de staat van het huidige politieke bestel om te huilen is. Ja. Dat er een impasse is en dat we vinden dat de koning die elk jaar de troonrede voorleest als buikspreekpop van de politiek niet representeert wat heel veel mensen in hun hart voelen. En daarom hebben we een alternatieve reden geschreven. Ja. Je weet maar nooit. Denk je dat die boodschap overkomt? Ik hoop dat veel mensen hebben gekeken en geluisterd. Het was natuurlijk via de livestream en we mochten hier niet verzamelen met heel veel mensen. En we gaan straks nog een brief naar de koning toe brengen met ook de inhoud van de traanrede. Dus hopelijk, misschien zien we binnenkort Willem-Alexander ook dezelfde reden opvoeren. Dat zou mooi zijn. Ja. En hoe voel je je nu? Ja, blij dat het is gelukt. We werden net nog even tegengehouden door de politie, dus dat was altijd even een spannend moment. En uiteindelijk zijn we toch een half uur later, hebben we toch kunnen doen wat we van plan waren. Dus daar ben ik wel blij om. Mag ik nog vragen? Ik wil de boot erbij. Ja. Hoe ben jij bij XR betrokken geraakt? Ik heb vorig jaar meegeholpen aan de blokkade organiseren. En ja, eigenlijk sindsdien zit ik gewoon diep in. Ja. Ik maak me al heel lang zorgen, sinds ik me kan herinneren, om de staat van de planeet. En ik heb het gevoel dat Extinction Rebellion een van de groepen is die zegt waar het op staat. En ook actie onderneemt. En grote groep creatieve, lieve mensen is die dezelfde doelen delen eigenlijk. Ja, en dat, hoe voelt dat? Zeg je? Hoe voelt dat? Ja, als een warm bad. Nee, ja. Het voelde heel, heel fijn om gelijkgestemden te ontmoeten en daar mee samen te gaan werken. En sindsdien zijn het ook mijn vrienden geworden. En, soms voelt het raar omdat je mensen die er buiten staan het niet hetzelfde ervaren of hetzelfde voelen. Of op dezelfde manier mee willen doen. Maar... Ja, hoe leg je het dan uit, zeg maar, aan die mensen? Nou ja, ik probeer gewoon de noodzaak van de problemen die we nu hebben steeds te herhalen. En het daarover te hebben. En op een inspirerende manier te laten zien dat het ook anders kan. En dat we ook op een andere manier kunnen leven en tegelijkertijd het systeem kunnen vragen.